Moet je horen wat ik heb gedroomd? Ik kwam in een wereld en er was een ijspaleis en een koningin en een raar wezen en die zocht mij en hij heette Griezelgruwel of zoiets. En ik kwam in een kerker met allemaal kinderen en die moesten allemaal schoonmaken en ze leken heel erg op de kinderen van school. En er was ook een jongen en die deed heel vervelend en die heette Boris en die was net als de Boris Emma. Van school. Emma, en waar was je? Luister nou even. Emma. En ik mocht een wens doen waar en was een supermooi bal. En toen werd ik koningin voor één dag. Wees nou even stil. Waar was je nou? Hoezo? Waar was ik? Ik was gewoon boven. Het was een droom. In de kou laten staan. Dus ik ben toen bewust een andere weg opgegaan. Het is toch te gek, gelijk wel 17. Het was een flashback. Toen ik jou hier weer tegenkwam, stond ik zo weer in vuur en vlam. En meteen is alles of het zo hoort, en direct gaat het verstand overboord. Wow. Mamma mia, help, daar ga ik weer, oh jee, het is nog niet gesleten. Mamma mia, ja daar sta ik weer, oh nee. Kan je niet vergeten? Was echt in alle staten, voelde me zo verlaten. Waarom heb ik jou toch laten gaan? Mamma mia, ik heb het wel gedaan. Ik had jou niet moeten laten gaan. Mamma mia, ja daar sta ik weer, oh nee, kan je niet vergeten. Was echt in alle staten, voelde me zo verlaten. Waarom heb ik jou toch laten gaan? Mamma mia, ik heb het fout gedaan, ik had jou niet moeten laten gaan. Mamma mia, help, daar ga ik weer, oh jee, het is nog niet gesleten. Mamma mia, ja daar sta ik weer, oh nee, kan je niet vergeten. Was het in alle staten, voelde me zo verlaten. Waarom heb ik jou toch laten gaan? Mamma mia, ik heb het fout gedaan, ik had laten gaan. Mamma mia.
Ja, dames en heren, daar zijn we nou een heel jaar mee bezig geweest. Nou, eigenlijk langer. Want zo'n idee, ja, dat komt natuurlijk al veel eerder. Ja, dan moet je gaan maken en schrijven. En vooral het schrijven kost dan heel veel tijd. En dan bedenken hoe je al die groepen, want het zijn er best veel, hoe je ze allemaal dan in een voorstelling krijgt, in een verhaal. En dat iedereen dan wat te doen heeft. En dat het toch een beetje ups en downs heeft. En grappig en serieus is. En dan is dit het resultaat. Volgens mij vonden jullie het leuk, toch? En het toffe is dat we dat met heel veel mensen samen mogen maken. Nu zijn we geen Van de Ende productie die daar 100 man voor heeft. We hebben daar een handjevol voor. Maar dat handjevol mensen is ons wel heel erg dierbaar. Want zonder die mensen kunnen we het niet doen. Je hoorde ze al zingen, de musical class met Anne in de hoofdrol. Maar je hoorde ook Katusha en Herald. En jullie zagen heel vaak de verhuizers voorbij komen. Die hebben zich echt te pletten gewerkt om alle spul op tijd op de vloer te krijgen. Een applausje voor onze verhuizers. En speciaal Noortje, want die heeft heel hard geholpen met alle props en requisieken op de plek te krijgen. Maar ja, dat decor, dat ontstaat niet vanzelf. Dat is een idee op papier en dat moet dan uitgewerkt worden en getekend en weer veranderd en zo. En ik heb hem gezien, hij is speciaal gekomen. Sander is er. Sander de Graaf. En dat heeft hij niet alleen gedaan, het ontwerpen wel. Maar het maken heeft hij samen met Johan gedaan. En jullie hebben we vandaag gezien als Rodrigo. Johan, waar ben je? En ja, ik doe veel in mijn eigen dansstudio. Maar ik doe niet alles. Ik heb gelukkig ook docenten die ook gewoon mooie dansen maken. Mag ik alle docenten bij me op de vloer hebben? Waar zijn jullie? Ik zie een Saskia, ik zie een Jacqueline die de zanglessen verzorgt en ik zie een Kim. En daarnaast staat Nisha die de bloem aan het uitdelen is, die alles gecoördineerd heeft achter de schermen. Ja, je ziet, het zijn veel mensen. Ik vergeet vast weer allemaal mensen te bedanken. Maar wie ik niet wil vergeten is mijn moeder. Die zit denk ik daar ergens in de zaal. Die heel druk is geweest met alle kostuums. Ik wil een heel groot applaus voor Lisbeth. Voordat ik de laatste mensen ga bedanken, wil ik heel graag wederom voor de 9e keer dit jaar het Wilming Theater bedanken. En dan krijg ik toch een beetje een brok in mijn keel. Want het is veel, het is heel hard werken, zo'n voorstelling. Maar het is super tof om te maken, dus jongens, dankjewel. Maar jongens, jullie moeten ook even een applausje geven. Want die papa's en mama's in de zaal, die hebben ook heel hard gewerkt. Want die moesten ook elke keer maar weer rijden naar die repetities in die gymzalen. En waar zit die gymzaal dan weer? Oh nee, het is in het muziekcentrum. Oh nee, het is daar. Applausje voor de papa's en de mama's. Lieve mensen, ik wil jullie hartelijk danken voor jullie komst. Ik ben heel blij. Want volgens mij moeten wij deze man, Francesco, ook nog even een heel groot applaus geven. Dank jullie wel, lieve mensen, dat jullie er waren. Dank jullie wel voor al jullie hulp en support. En ik hoop jullie heel graag volgend jaar weer te zien, want dan bestaan we 10 jaar. Dus we gaan gewoon voor de 10e voorstelling volgend jaar. Tot volgend jaar!